Oké, de backup is klaar en dan ga ik nu uitleggen hoe je Galaxy S3 kan unrooten, oftewel terug kan gaan naar het originele software. Onthoud wel, alles is op eigen risico en ik ben nergens verantwoordelijk voor. Op dit moment zorg ervoor dat je accu helemaal volgeladen is. Vervolgens ga je naar internet en dan ga je naar de site van samfirmware.com. Daar zul je moeten aanmelden en inloggen. Heb je dat eenmaal gedaan, zie je hier zo je gebruikersnaam. Vervolgens kies je voor firmware, vervolgens firmware en files. Dan ga je naar beneden. Dan kies je hier bij type smartphone, OS, Android. Het model, daar moet je heel goed op letten. Kies je voor GTI 9300. Galaxy S3. Vervolgens bij Country kan je drie dingen kiezen bij de Netherlands. Of Vodafone branded toestel, of het T-Mobile branded toestel, of het originele, de reguliere software. Daar kies ik dan voor. Vervolgens druk je op Send. Dan krijg je hier verschillende opties te zien. Ik kies voor de bovenste, want die is het meest recent. 4.1. 2. Vervolgens druk ik op download. Een reguliere download. En dat gaat wel eventjes duren voordat het helemaal gedownload is. Ik sla het altijd op het bureaublad zodat ik dan weer alles makkelijk kan vinden. Ik heb het al gedaan, dus dan klik ik het maar weg. Vervolgens krijg je een ingepakte bestand. Die pak je uit met een programma zoals WinRAR. Dan krijg je een mapje. Dan ga je in het mapje kijken. En dan zie je hier het bestand staan. Dat eindigt dan op .tar.md5. Doe je eventjes niets mee, dus dat kan je wegklikken. Vervolgens pak je je toestel. En op je toestel installeer je dan Triangle Away. Nou, dat hoef ik niet uit te leggen hoe dat werkt. Ik zal nog even laten zien dat ik op een custom ROM zit. Zoals jullie kunnen zien zit ik op een Mega versie 39. Heb je eenmaal de app geïnstalleerd, dan open je de app Triangle Away. Vervolgens vraagt hij of je het nog één keer kan bevestigen zodat je op de juiste versie zit. De GTI 9300. Continue. Oké. Oké. Dan krijg je een klein minuutje te zien. En vervolgens kies je voor Reset Flash Counter. Ook hier zegt hij dat doorgaan op je eigen risico is. Ja, we weten het zeker. Dan start hij hem op. En dan geeft hij hier aan wat voor model je nummer is, je flash counter, je binaire status. Ik heb hem al een keer gebruikt, doet mij hier staan 0 en official. Daaronder staat volume up to reset counter en status, volume down to reboot. En heel belangrijk, do not use the power button to reboot. Dus daar drukken we niet op. We willen hem resetten, dus we klikken op volume up knop. Dan start hij op. Wanneer hij eenmaal is opgestart, ga je naar recovery. Starten, reboot en recovery. Oké.
Eenmaal in recovery kan je met je volumeknoppen kan je beneden en boven gaan. En met je power button kan je selecteren. Vervolgens doe je hier de drie wipes. Wipe data factory reset. En dan yes. Dit betekent dus dat alles van je ROM wordt gewist. Dus ook je accounts, je zelf geïnstalleerde apps, je highscores, etc. etc. Vervolgens wipe cars partition. Vervolgens ga je naar advanced. Wipe config cars. Vervolgens ga je go back. Normaal gesproken staat hier dan reboot system now. Maar we willen hem direct in de download mode zetten. Dus wat doe ik? Ik haal de batterij eruit. Batterij eruit. Batterij er weer in. En klep er weer op. Dan willen we hem nu opstarten in de downloadmodus. Dat doe je door hem op deze manier vast te pakken. Je home knop hou je ingedrukt. Je volume down knop. En vervolgens de power button. Hou je hem ingedrukt. En vervolgens start hem op in de downloadmodus. En dan vraagt hij weer volume op voor continue, volume down. Cancel. Nou, we willen natuurlijk doorgaan, dus we kiezen voor continue. Zoals je hierboven zult zien, nou, dat kan je helaas niet goed lezen, staat bij mij alles nu op official. Dat komt natuurlijk omdat ik net de app Triangle Away heb gebruikt. Dan leg je de telefoon even weg. Vervolgens start je Odin op. Je klikt verder eens niets aan, je klikt alleen maar op PDA. Vervolgens navigeer je naar de plek waar je de ROM hebt opgeslagen. Dus ik heb het gedaan, bureaublad. Vervolgens sluit je je telefoon aan op de laptop. Ik pak even een andere kabel. De computer die registreert dat je je telefoon hebt aangesloten. Hij geeft hier aan edit. Je ziet hier het balkje die is vol. En dan druk je op start. En dan is het wachten. Op dit moment is het heel belangrijk dat je je kabel niet los laat komen van je toestel of je laptop. Die verbinding moet in stand blijven. Hou je hem weg of verbreek je de verbinding tijdens de installatie, kan het ernstige schade veroorzaken aan je toestel. Dan is het nu gewoon even wachten.
Je ziet dat hier een balkje gaat lopen. En ook op je telefoon zie je een klein balkje gaan lopen. Vervolgens krijg je hier te zien pass. Hier zie je dan staan succeeded 1, failed 0. Mocht er nou een probleem zijn, doe dan wat hier staat kopiëren. Dus je linkermuis ingedrukt houden, alles selecteren, rechtermuisknop. Ctrl-C en dan deze log kopiëren en plakken in het forum, zodat iedereen beter weet wat er gebeurd is en je dan wellicht verder kan helpen mocht er een probleem zijn. Odin kan soms nog wel eens moeilijk zijn en een probleempje aangeven of niet goed flashen, dan is het eigenlijk gewoon weer de zaak om hem weer af te sluiten. Om hem vervolgens weer op te starten. Hij stond er al.
En dan weer de hele volgorde opnieuw doen. PDA. Naar de ROM gaan. En op start drukken, maar dat hoef ik niet. De eerste opstart kan eventjes duren. Want alles moet weer volgebouwd worden. En je ziet het. Hij start erop. Doe even overslaan. Overslaan. Nee. Niet nu. Volgende. Volgende. Nee, bedankt. Normaal gesproken, als je dit voor jezelf doet, kan het weer allemaal opnieuw instellen. Maar dat gaan we nu gewoon eventjes niet doen. Dat ik dit alleen maar laat zien. Oké. Nou, je ziet het. Hij is opgestart. Oeps. Oké. Instellingen. Toestelinfo. En je ziet het. Ik draai hier weer op het originele software. Status. Ja. En dat is het. Vervolgens kunnen we nog even naar download mode gaan. Uitschakelen. Oké. Volgens mij zet hij hem ook weer gelijk aan. Ja. Zetten wij hem weer uit. Is die uit. Druk weer. Of houden we ingedrukt de home knop. Volume down. En de power button. Krijgen we weer het menu te zien. Druk volume up. En je ziet hier staan. Custom binary download. No. Current binary download. Samsung Official, System Status, Official. Dan houden we hier weer de knop ingedrukt. Om weer uit de download modus te gaan. Kan je telefoon even wegleggen. En dat was het unrooten van je toestel.